welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie, Ocarina of Time. In de vorige aflevering zijn we de Spirit Temple eindelijk ingegaan, hebben we de laatste hardcontainer te pakken gekregen, waardoor, Piece of Fart, om eerlijk te zijn. En hebben we dus zeg maar alle hardcontainers en hebben we in de Spirit Temple de Mirror Shield gevonden, die ik nog deze niet heb geëquipt omdat ik een dummy ben. Oh. Oké, de Mirror Shield is een uniek shield. Het kan namelijk beams reflecteren. Die dus zeg maar op de grond schijnen of waar dan ook schijnen. Dus zeker een handig item. Plus like zullen dit schild niet van je afpakken. Dus like zullen niet meer je schild opeten. Wat dus zeg maar een voordeel is. Mocht je problemen hebben met likes. Nogmaals, ik ben geen fan van likes. I do not likes. Maar dat wisten jullie ondertussen al. Goed. Dan hebben we dus die sleutel te pakken gekregen om in die kamer waar we dus zeg maar de vorige keer die Anubis hebben gedaan. En dat was gisteren. Kunnen we dus nu, zeg maar, door de gesloten deur. Jee, gesloten deur is niet meer gesloten. Joepie. Oké, dan komen we dus, zeg maar, bij deze room hier. Dit is een hele vervelende room. Wat ik hier normaal gesproken altijd doe, is ik kijk altijd eventjes van, sta ik op een goede afstand. En als de beamels me niet kunnen raken, even kijken, is dat gewoon een skulltula? Dat is gewoon een skulltula. Wat ik normaal gesproken altijd doe, is ik negeer deze muur. En ik klim gewoon zo via de hoekshot. Dat doe ik fout. Ik moet iets hoger mikken. Mijn excuses. Ik heb nooit zin om zeg maar langzaam te gaan klimmen hier dus. Wat ik altijd doe is ik gebruik de longshot. Om me dus zeg maar daar naartoe te hoekshotten, longshotten. Laten we het gewoon hoekshotten noemen. Want het is gewoon nog steeds een hoekshot alleen met een langere ketting. Om hier gewoon zo doorheen te lopen. Dat is eigenlijk wat ik altijd doe. Het skipt een enorme... Als je het de eerste keer goed doet moet ik er wel bij zeggen. Maar het skipt dus zeg maar een heleboel. Dus nou, als ik me niet vergis hebben we nou de hookshot nog wel. Jawel, die hebben we nog wel nodig. Later. Maar ja, we hebben hier ook weer de ocarina nodig om weer Zelda's Lullaby te spelen. Je zou het ook denken. Oh. Het eerste nummer wat je leert. Oh. Ach ja. Aangezien dat we heel weinig magie nog over hebben, ben ik eigenlijk wel blij met deze slakken, omdat deze slakken zullen altijd golden of magic meters, magic refills zeg maar droppen. Dus eigenlijk ben ik wel hier blij om. En hier hebben we de hamer ook nog eens een keer voor nodig, dus laten we eventjes de hamer gebruiken. Oké. Magie is weer bijna gevuld. Waar we op zoek zijn, is we zijn op zoek naar een geheime schakelaar. Dat vind ik eigenlijk best wel een leuke kamer hoor. Deze is echt leuk verzonnen. Je hebt hier namelijk de schakelaar. En dan zou je denken van deze schakelaar, die zorgt ervoor dat we nou dus zeg maar die kist open kunnen maken. Nee, deze schakelaar zorgt voor een extra plateau. En zoals ik al zei, we hebben de hoekshot nog nodig. Want dit plateau hier is namelijk, staat hiervoor. Dat we hier dus zeg maar nou op kunnen landen. Dan komen we op deze schakelaar terecht. En deze schakelaar is voor het vuur. Dus een beetje echt zo van... Oh, kijk eens, de schakelaar. Nee, dat is niet voor de deur. Echt een sneaky... Ik vind het een beetje een sneaky... sneaky gepland gemaakt. Maar het is één kamer. Het is een leuke puzzel. Dus op zich vind ik hem niet echt verkeerd. En daar hebben we eindelijk de boskey. Waar ik heel blij om ben. Dus gelukkig hebben ze niet zeg maar een hele lange weg dat je dus zeg maar door moet gaan om de boskie te vinden. Gelukkig hebben ze deze nogal vrij simpel gemaakt. Oké, nou, dan komen we eindelijk dus zeg maar bij ons main event uit. Vliegende potten. Je zou denken op dit moment dat we geen vliegende potten meer zullen hebben. Dan hebben we hier een schakelaar, die kunnen we raken met een swing aanval. Dit is de bedoeling. Om dus zeg maar hier de deur door te gaan en hier dus zeg maar het een en ander te kunnen doen. Er is hier een kistje verborgen. Dit kistje dat zit zeg maar, als ik me niet vergis, moeten we daar een speciale zon dingen voor raken. Is dat deze zon hier boven? Zat die? Nee. Er zit hier ergens een schakelaar en dan krijg je een kistje met bommen. Dus mochten jullie het willen weten. Dus ja, normaal gesproken skip ik dat kistje altijd. Omdat ja, het is het niet waard alweer. Ja, ik kan er raken mee. Ging jij nou door de muur heen, hè? Ben jij nou aan het no-clippen voor mijn neus? Stoute jij. Oké, nou. Ga weg. Oké, nou, hebben we dat gedaan. Ken ik trouwens gewoon een zwakke muur? Ken ik die gewoon... Nee, daar heb ik de Goron Special Crop, oftewel bommen voor nodig. Oké. Dan doen we gewoon hier even een bommetje plaatsen. Zo. Serieus, geef die kringen mij deco-nuts? Waarom zou ik deco-nuts ervoor nodig hebben?
Nou ja, het is maar waar je je zin in hebt. Weet je zeker trouwens dat... Ik weet zeker dat hier... Ik wil jullie... Ah, kijk. Hij zit hier wel. Waarom kan ik niet... Waarom kan ik hem hier nou niet reflecten? Oh, nou... Nou weer wel. Nou weer niet. Kom op. Kom nou. Zoveel moeite voor een kistje die we niet eens nodig hebben. Zo erg is het. Oh. Maar goed, ik wil jullie laten zien wat er in dat kistje zit. Mocht je die muur dan zeg maar niet open kunnen maken, dan krijg je hier gratis bommen om die muur open te kunnen maken. Dus niet dat je helemaal terug gaat naar een shop of op farmingjacht gaat, zeg maar, om die bommen, zeg maar, ja, te kunnen krijgen. Ik bedoel, ja... Ik ben heel eventjes weer mijn woorden kwijt. Ik ben mijn tekst kwijt. Nee, zelf heb ik altijd zoiets van op het moment dat je ergens bommen voor nodig hebt, heb ik in de oorspronkelijke Zelda game bijvoorbeeld gehad. Dat je Final Boss bijvoorbeeld een Dongo was. Die waren heel makkelijk te verslaan met bommen. Maar als je geen bommen hebt, dan ben je wel een beetje screwed, om eerlijk te wezen. Als je geen bommen had, dan moest je dus zeg maar echt vijanden gaan farmen of moest je echt naar een winkel toe om dus echt bommen te gaan halen. En hier hebben ze gewoon een kistje neergepleurd van, nou weet je wat, hier. Er zit hier een kistje, zie je op je kaart. Daar gooi je wel even bommen neer, omdat je bommen nodig hebt. Nou, dit hier en daarentegen is ook wel leuk verzonnen. Dus zoals je ziet, zeg maar, het licht wat we nou hebben gereflecteerd... gaat nu naar de grote zon hier, of naar de grote spiegel hier in het midden. En wat deze verzorgt is... Dank je. Wat deze verzorgt is dat we dus, zeg maar, die zon daar kunnen raken... waardoor dat we naar midden toe gaan, naar beneden toe. Wat heel erg komisch is, want dit brengt ons namelijk... naar de grote middelste kamer... waar we dus zeg maar die shortcut hebben gehaald. Zover ik weet is er geen manier om deze plateau zeg maar te behalen als we hier naar beneden toe springen. Dus dat wil je niet doen. Nou, hier willen we dus zeg maar het standbeeld hier verbreken met zonneschijn. Want waarschijnlijk is het zo oud dat zonneschijn het zou breken. En dit heeft me altijd gequestioned. Dit snapte ik nooit. Ben ik heel eerlijk in? Hoe kom ik daar? Het blijkt dat je hier daar naartoe moet hoekshotten. Nooit geweten waarom dat ze dat zo gemaakt hebben. Het is een heel nieuw logo, maar dat maakt niet uit. Goed, tijd voor de boss. Looks like someone is here, come here. Looks like it's Kotick. What an outrageous fellow he is, to intrude so boldly into our temple. We should teach this outrageous fellow a lesson. Our loyal minion. Destroy this intruder on our behalf. Dit is hilarisch. Oh, geweldig. Kijk naar mij. Ik heb geen wapen. Knipt een keer in zijn vingers en hij heeft een wapen. Oké, dit is een Iron Knuckle again. Maar als je dus Navi vraagt van Iron Knuckle de informatie. Something strange. This isn't an ordinary enemy. Dus ja. Yeah. Deze Iron Knuckle die werkt eigenlijk precies hetzelfde als elke Iron Knuckle. Zelfde strategie, wachten tot hij dus zeg maar heeft geslagen. Twee swings, sla hem nog een keer. Backflip op tijd. En zo versla je deze Iron Knuckle net zo goed. Maar dit is eigenlijk best wel lame. Ik bedoel, waarom krijgen we een Iron Knuckle als final boss? Ah, ben je nou nog niet verslagen? Ga heen. Oh, en trouwens, waarom dat ik de Big Goron Sword niet gebruik? Dat heeft één reden. Ik vind het Big Goron Sword een beetje overpowered. Oh, we hebben hem verslagen. Harnas gaat open en we zien, het is Naburu! Nou ben ik vergeten welke stem dat ik voor haar heb gebruikt. Oeps. Improvise! Where am I? Well, looks like she's back to normal, Quay. She's
just a little girl. But she commands a lot of respect among the Gerudo Kotek. Maybe we should make her work for the Great Ganondorf for a little while longer. Then we shall brainwash her again. Okay. Dat was interessant. Nou ja, volgens mij moeten we tegen hun vechten. Aangezien dat Gebora tegen ons heeft gezegd dat we hun magie tegen hunzelf moeten gaan gebruiken. En aangezien dat we dus zeg maar de mirror... Volgens mij ga ik de verkeerde kant op. Aangezien dat we dus zeg maar de... Nee, ik ga wel de goede kant op. Aangezien dat we de mirror shield hebben... zou dat dus zeg maar mogelijk moeten zijn, denk ik zo. Dus laten we het maar gaan doen. En trouwens, de reden waarom dat ik die twee dezelfde stem heb gegeven... is omdat het zijn tweelingen. Dus ja, daarom dacht ik van... laat ik ze dezelfde stem geven. Oké, nou. Laat jullie zien en wees niet zo wattigachtig... en dan ga ik jullie verslaan. Look at that stupid kid. He came on his own to offer himself as a sacrifice... to the great Ganondorf. With my flame, I will burn him to his bone. Or to the bone, whatever. I'm old. With my frost, I will freeze him to his soul. Okay. There's the basic fire and ice thingy. Sorcerer Sisters, Twin Robots. Wat kost ijzer zijn twins? Goed, wat hier is, wat moeten we gaan doen? Pijlen zullen niet werken tegen hun. Wat we gaan doen is, we moeten gaan kijken wie er als eerste gaat lopen schieten op ons. Wie gaat er als eerste schieten, jongens? Wie gaat er als eerste schieten? Wie gaat er als eerste schieten? Kom op, doe eens iets. Ah, vuurtje gaat als eerste schieten. Oké, je wil je schild dus zeg maar klaar hebben... En richt op de ander. Dat werkte niet goed. Weet je wat? Ik ga gewoon freestyle. No lock on, gewoon freestyle. Want dan kun je namelijk de straal kun je namelijk besturen. Alleen helaas is Flamepje niet in de buurt. Dus freestyle is denk ik het beste om gewoon te gebruiken. Hou de allebei in de gaten. Kijk wanneer dat er aangevallen wordt. Er wordt nu aangevallen, zo te zien. Ze zullen altijd op jou mikken. Dus je hoeft alleen maar je schild klaar te hebben om dus zeg maar in de tegenaanval te kunnen gaan. Goed, we hebben nou de één keer geraakt en dit is de manier waarop dat je ze wil raken. Je hebt je zwaard in het begin niet nodig. En ik zeg echt heel duidelijk eventjes in het begin. Oké, jij gaat aanvallen. Kijk wel uit, raken de stralen de grond dan zullen ze uitspreiden in een gigantische vuur- of ijscirkel. En die doet pijn, dus daar wil je echt voor uitkijken. Dus hou ze allebei goed in de gaten, kijk goed wie dat gaat aanvallen. Flamepie gaat aanvallen, oké. Ik zie die anderen nog niet voorbij vliegen. Dat is jammer. Oh, daar. Ah, net te laat. Ga je dan nog een keer aanvallen of gaat die andere aanvallen? Nee, vuurtje gaat nog een keer aanvallen. Oké. Dus zo gaan we een beetje zeg maar, goed in de gaten houden hoe en wat. Ik weet niet, moet van de hele tijd dezelfde aanval te gebruiken. Ik bedoel, ze zijn niet echt dreigend. Ik bedoel, het enige wat ze doen is een beetje op hun Nimbus 1988 rondvliegen. En voor de rest doen ze helemaal niks. Ah, kom op. Blijf een beetje bij elkaar in de buurt, zodat ik jullie tenminste een keer raken. Flimpy weer? Nee? Icy? Ik ga het nu aanvallen, jongens. Jongens! Serieus, dadelijk ben ik net zo oud als jullie! Oh, Icy gaat. Oké. Oh, Flamepie loopt erbij. Mooi. Kunnen we eindelijk raken. Ah, nee. Oh, ik was op bang. Ik dacht even van ik ga het nou verscrewen. Dat is niet de bedoeling. Oké, nou volgens mij moet je dit 4 keer doen. Tenminste, ik hoop het. Wordt saai. Wie gaat aanvallen, jongens? Ga je aanvallen? Ah, ik wil geen... Dank je.
Dank je. Ja, het nadeel is, je kunt dus zeg maar niet in een rechte bocht. Want op het moment dat je dus met je rug naar de straal toe staat, kun je ze niet raken. Want dan word jij geraakt natuurlijk. Oh, dit is een rare positie. Oké. Kom op, raak hem. Dank je. Zijn we nou klaar met deze onzin? Nog steeds niet? Oh. Hey, ijskouwe, blijf jij eens even... Nee, niet achter me gaan. Ah, dit is zo lame van jou, hè. Dat is zo lame. Oh. Oké, let's get serious now, Kotick. Oké, Kwee. Kotick en Kwee, double dynamite attack. Begin jij nou te blozen? Nee, gewoon nee. Oké, dus ze zijn nu samen gefused in dat gedrocht daar. En wat we nou moeten gaan doen is, we moeten dus zeg maar goed kijken welke aanvallen dat ze op ons af gaat vuren. Ze heeft nou ijsaanvallen op ons afgevuurd en we zien dus dat ons schild erop begint te knipperen. Op het moment dat ze nou een vuuraanval wil proberen te schieten, moeten we dus zeg maar die niet opvangen. Drie van dezelfde kleur zorgt ervoor dat wij een beam van die element zeg maar zullen afvuren. Dat verstoort zeg maar haar concentratie, waardoor dat ze niet meer kan zweven. En kunnen we haar dus raken met het zwaard. Dit willen we een paar keer gaan doen. Let wel op, het wordt moeilijker op het moment dat je er een paar keer geraakt hebt. En ik weet het. Op het moment dat je er raakt, klinkt nogal raar. Mijn excuses, maar dat zit zo in het spel. Oké, we hebben dus vuuraanvallen. Doe je flame aanval, nog een keer. Je bent zo flame als een reindeer. Weet ik veel, dat rijmt. Oh, dat geluid ook, hè. Oké. Nou, je zou hier natuurlijk Big Gronsword kunnen gebruiken. Maar ja, vergeet niet dat het dan zeg maar de hele tijd een swapfestijn gaat worden. Aangezien dat je dus dan de hele tijd moet swappen met je schild en alles. Dus, en natuurlijk kun je een hele cheap jump aanval zeg maar doen in het begin op het moment dat je naar haar toe springt. Dus dat is ook nog eens een keer een double damage. Oké, nou. We gaan weer voor vuur. Dit is trouwens wel een van mijn favoriete baas. Omdat ik vind de manier waarop dat je haar moet verslaan, vind ik eigenlijk best wel goed verzonnen. En oh, die willen we niet raken, die willen we niet raken. Oh, kijk naar die cirkel. Word je nou geraakt door die cirkel of ice? Of in het tegenovergestelde cirkel of fire op het moment dat je dus zeg maar één element probeert te verzamelen? Dan zal je schild dus zeg maar die power kwijtraken. Dus je wil echt uitkijken voor die cirkel of ice. Cirkel of ice trouwens, die zou je ook gelijk bevriezen. En natuurlijk is de game gemeen. En doet drie keer een ijsaanval achter elkaar. Dankjewel. Oké, doe nog eens een keer Flamey. Ik bedoel, luister naar je vijand. Dat werkt altijd in voordeel. Flamey, braaf. Ik vind het lief dat je naar me luistert. Oké, en dan ga je weer gekke geluidjes maken, want dan komen we aan met ons zwaard. Never mind, dat was de finishing blow. Oh boy. Dit gaat best wel snel. Ik heb mijn best doen, jongens. Dit wordt moeilijk. Shoot! What a fresh kiss! This time we will get serious! Right, Kotick? What? Hey, Kwee! What is that above your head? I don't know! But you have one over your head too, Kotick! But I'm only 400 years old! And I'm only just 380 years old! Where twins don't lie about your age! You have gone senile! Who are you, Galaxy Light? Is it your traitor or sister? What twins? How can you be older? You heartless! You heartless! I hate you! How can you be so heartless? So heartless! You're heartless! You're ungrateful! I'll come back to haunt you! En we hebben gewonnen! Oh, dat is een van de beste cutscenes in het spel. Ik bedoel, daarom is het een van mijn favoriete bazen. Je hebt ze verslagen en dan krijg ze zo de halo over hun heen, omdat ze dus dood zijn. En dan gaan ze lopen kibbelen over hun leeftijd, tot de ene 400 is en de andere 380 jaar oud. En tot ze
dat niet kan omdat ze tweelingen zijn. En hoe kun je zo disrespectvol zijn naar je oudere zus? We zijn tweelingen, hoe kun je ouder zijn? Echt heerlijk gewoon. Vind ik een van de leukste endings van een baas eigenlijk. Maar goed, we hebben nou de laatste hardcontainer opgepakt. Of hardcontainer, om nog een keer die joke te maken. En we zitten dus op maximaal health. Bijna. Maar goed, laten we eens heel eventjes gaan kijken wie de sage van de spirittempel dan is. Ik denk dat jullie het al weten. Chamber of Sages, the Lord's the King. Hi. Kid, let me thank you. Look what the little kid has become in just past 7 years. A competent swordsman. By the way, I really messed up. Nego. I was brainwashed by those old witches and used by Ganondorf to do his evil will. But isn't it funny that a person like me could turn out to be the Sage of Spirit? And now I'm going to fight them as one of the six sages. I'm going to pay them back for what they did to me. Good for you. Kid? No, Zepi, the hero of time. Instead of keeping the promise I made back then, I'll give you this medallion. It's a worthless piece of thingy, but take it. Met al die medailles, hè? Receive the Spirit Medallion. Nabura wakes as a sage and adds her powers to yours. Be happy, be grateful, be happy, be grateful. If you're happy and you know it, clap your hands. If I only knew you would become such a handsome man. Oh, Aisha, blief zeg. Begin jij nou ook al? Dan heb ik drie sages die achter me aan zitten. I should have kept the promise I made back then. Wat, dat jij mij iets in return wou geven of zo? Creepy. Oh god, het is Rauru. Hey, Zepi the hero. Finally, all of us, the six sages, have been awakened. The time for the evil, the final showdown with the king of evil, has come. Before that though, you should meet the one who is waiting for you. The one who is waiting for you at the Temple of Time. Ja, die stem was ik toevallig niet vergeten, jongens. Dan wist ik dat ik die oude Farfetch die stem had gegeven. Dus, er wordt ons gevraagd om naar de Temple of Time te gaan, wat we zeker gaan doen in de volgende aflevering. Over die showdown daar eventjes daarentegen. Weet je, ik wil heel eventjes op de veilige plateau hier gaan staan. Het probleem wat ik ga hebben is, we hebben dus zeg maar alles. We hebben maximaal aantal pijlen. We hebben maximaal aantal bommen. We hebben maximaal aantal deconuts, glitch niet meegerekend. We hebben maximaal aantal sticks. We hebben maximaal aantal dekus, seeds die we kunnen dragen. We hebben alle items, alles is ingevuld. We hebben hier alles, we hebben hier alles. Alles is vol. Oké, okay, Golden Skulltje last, dat wisten jullie al van mij. We hebben de hele map geëxploord. Er is alleen nog één ding wat hier mist. De empty bottle. En daarmee ga ik dus beginnen morgen bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dus nu dat jullie alle bazen hebben gezien, alle dungeons, alles zeg maar van Ocarina of Time. Laat weten in de reactie, wat is jouw favoriete tempel of baas? En of baas, dan mag je allebei. Laat het weten in de reactie, ik ben er zeker benieuwd naar. Wat van alle tempels en dungeons die wij nou hebben gezien is jouw favoriet van Ocarina of Time? Laat het weten, ik heb de vraag miljoenen keren gekregen. Mijn favoriete tempel blijft de Forest Tempel sowieso, omdat hij zo mysterieus is. En het is je eerste tempel waar je sleutels moet gaan verzamelen en echt moet gaan onderzoeken. Mijn favoriete baas daarentegen, dat is een... Ja, het is gelijk tussen Bongo Bongo en Twin Rova. Twin Rova, dat is gewoon zeg maar
vanwege de cutscene en Bongo Bongo, omdat hij doet eigenlijk niks verkeerd. Hij is alleen maar met zijn muziekinstrument bezig en dat vind ik gewoon hilarisch. Dus laat weten wat jouw favoriete baas of dungeon of een combinatie daarvan is in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien. Dan gaan we naar de meest vervelende sidequest van het spel. Maar gaan we nou ook een hele belangrijke cutscene. Dus ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!